Stel je voor, je bent een dagje uit, maar plots ben je niet goed geworden. Iemand contacteert 112. De ambulance snelt naar je toe. De ambulanceverpleegkundige helpt je en je krijgt allerlei vragen over je medische voorgeschiedenis. Maar wat als je iets vergeet of als je het even niet meer weet? Gelukkig heb je vooraf toestemming gegeven voor gegevensuitwisseling. De ambulance brengt je naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Onderweg kan de verpleegkundige jouw medische gegevens inzien. Zo weet hij precies waar hij rekening mee moet houden en welke onderzoeken hij moet uitvoeren of aanvragen. Bang dat je van alles moet onthouden voor in het ziekenhuis? Dat is niet nodig. De behandelend specialisten en verpleegkundigen op de spoedeisende hulp hebben toegang tot het elektronisch patiëntendossier en de aanvullingen daarop van het ambulancepersoneel. Zo kunnen ze zich direct om jou bekommeren en sneller de juiste diagnose stellen. Word je door verschillende specialisten behandeld? Het is natuurlijk heel vervelend om ieder van hen elke keer opnieuw uit te leggen wat er mankeert. Gelukkig kunnen zij digitaal en in persoon resultaten en bevindingen met elkaar uitwisselen. Beelden, onderzoeks- en medicatiegegevens worden gedeeld. Zo hoef jij niet telkens opnieuw je verhaal te doen of onderzocht te worden. Ook de verpleegkundige en de ziekenhuisapotheek worden direct op de hoogte gebracht van de relevante gegevens in je dossier. Ga je van het ziekenhuis naar bijvoorbeeld een verpleeghuis toe, ook dan hoef je je nergens druk over te maken. Al voordat je er aankomt, zijn ze er op de hoogte. Ze weten daar ook al precies wat ze moeten weten om jou de zorg te kunnen geven die je nodig hebt. Je mag naar huis. Je apotheek is al op de hoogte. En natuurlijk krijg je thuis de benodigde hulp van jouw huisarts, thuiszorg en of mantelzorg. Geen zorgen, je hoeft hen niet helemaal bij te praten. Ook zij kunnen jouw dossier zelf inzien en je zo de beste zorg leveren, zodat je goed en snel herstelt. Waar doen we het allemaal ook alweer voor? De juiste betrouwbare informatie voor de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Goede, effectieve, efficiënte en betaalbare zorg. Voldoende kundige en gemotiveerde zorgprofessionals. Focus op de zorg voor de patiënt in plaats van op administratie en bureaucratie. De patiënt ervaart optimale zorg met meer aandacht, efficiëntie en eigen regie.